Welkom vanuit Sittard. De laatste wedstrijd dus in speelronde 30. We zien de opstelling van Fortuna Sittard. Dezelfde formatie als vorige week zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Sparta. Toen dus een klinkende 3-0 overwinning met doelpunten van Gladon. Twee stuks en eentje van Söntjens. Geen enkele aanleiding dus om de opstelling te wijzigen voor Sjors Ulte, de coach van Fortuna Sittard. En datzelfde geldt voor de coach van Go Ahead Eagles, Kees van Wonderen. Zelfde elf bij Go Ahead als in de wedstrijd tegen Willem II. Dat leverde een 4-0 overwinning op voor Go Ahead. En dat was al de derde overwinning op een rij voor de ploeg uit Deventer. Laatste drie wedstrijden dus 9 punten, 8 doelpunten voor en slechts 0 tegen. En dus gaat het uitstekend met Go Ahead, dat dus zelfs nog mag hopen op de play-offs om Europees voetbal. Scheidsrechter is Joey Coy. En of het spannend is onderin in de Eredivisie. RKC 28 punten, Fortuna heeft er 26, PEC heeft er 26. Willem II heeft er eveneens 26. En nummer laatst, Sparta, heeft er 25. Oratman Groen meldt zich voor een korte corner. Rommens. Oratman Groen is helemaal vrij. En die kan ook wel een doelpunt maken. Dus ik zou hem die vrijheid eigenlijk niet gunnen. Tekie met de paas richting Gladon. Gladon! Wat een mooie goal, maar het is buitenspel. Het feest gaat niet door, tenminste als de assistent het goed heeft gezien. Iedereen juicht hier in het stadion van Fortuna. Maar vooralsnog gaat er een streep door die treffer van Gladon. Ontzettend snel gehandeld door Gladon. Die inderdaad buitenspel staat als je het zo ziet uit deze hoek. Lijkt dat te kloppen. Paas was goed hè, van Tekie. En dan de handelingssnelheid bij Gladon. Aannemen op de borst. Scoren met rechts. Mooie goal, maar hij telt niet. Van Wonderen met zijn assistent. Paul Simonis die meegaat naar het Abalenza stadion. Blessure bij Gladon, maar Fortuna blijft in balbezit. Dus krabbelt Gladon snel overeind. Noslin, knap gedaan jongen. Dat scheelt niet veel. Goeie actie van Tijani Noslin. Die één keer heeft gescoord voor Fortuna in dit seizoen. Dat was in oktober tegen Willem II. Hier is hij Kramer de baas. Lijkt hij op weg naar een doelpunt. Maar tilt hij hem uiteindelijk naast. Pinto. Gladon. Irritatie op de bank bij Go Ahead, omdat Gladon hier een vrije trap voor krijgt. Van Wonderen moppert daar veel. Dit is Flemming, van richting veranderd. Noppert kansloos. En Fortuna nu toch echt op 1-0. Achtste doelpunt van het seizoen voor Zian Flemming. Een makkelijk gegeven vrije trap op het middenveld. En dan is Flemming weg en heeft hij heel veel geluk. Want via de hak van Kuipers, de linksback, valt die bal buiten bereik van Noppert in het doel. Het moet soms ook meezitten in het leven. Helemaal als je vecht tegen degradatie. Het zit Fortuna hiermee en het staat op 1-0. Anga. Tekie. Noslin. Gladon bij de eerste paal. Daarachter komt Flemming. In de weg gelopen, maar Duarte kan wel uithalen. Vindt alleen een speler van Go Ahead Eagles op zijn weg. De beste kansen blijven voor Fortuna. Maar met een biertje in het zonnetje sta je er daar natuurlijk prima bij. Zie je al wat. Noslin, prima, speelt goed. Tirpan,
Voorzet te scherp, maar wel bijna. Noppert verrast in de korte hoek. Het wordt een corner. Seuntjens helemaal vrij. Gladon hoeft niet aan de bak. Fleming, geplaatst schot met de binnenkant. Maar wel makkelijk voor Noppert. Meestal als spelers juist op zo'n stuiterende bal hard schieten, gaat hij alle kanten op. Dus probeert Fleming het zo. Noslin. Duarte. Beetje op goed geluk, maar het pakt goed uit. Hier komt de kans van Gladon. Prima uitgespeeld uiteindelijk door Fortuna Sittard. Het begint bij Tirpan. Die slingert hem erin. Dan staan er twee. Noslin en Fleming. Fleming verlengt. En Gladon krijgt de kans om er 2-0 van te maken. Kuko Martina raakt hem slecht. Gladon. Die vorig seizoen degradeerde met Emmen. Nu doet hij het goed met de hak en is daar de kans voor Noslin. Ook in de tweede helft is Fortuna overtuigender aan de bal dan Go Ahead Eagles. En krijgt het dus mogelijkheden. Eerst Gladon, nu Noslin. Noslin. Seuntjens. Tijani Noslin. Vrije man gevonden aan de buitenkant. In dit geval is dat Teki. Seuntjens. Korte hoek. Bal op de paal. En ook Noppert zit er nog aan. Bijna is daar de 2-0. Goed gevoetbald. Met name door Tijani Noslin. Seuntjens. Biedt zich op het juiste moment aan. Is vrij. Is aanspeelbaar. Hard geschoten. Fleming. Hoekschop. Fleming die natuurlijk ontzettend belangrijk is voor Fortuna Sittard. Niet alleen vanwege zijn doelpunten. Maar overal bij betrokken is. En ontzettend veel meters maakt ook. Siovas is er inmiddels bij gaan zitten. Die is geblesseerd. Een speler die Fortuna eigenlijk niet wil missen. In de laatste fase van het seizoen. Roel Jansen komt in de ploeg als vervanger van Siovas. De hoekschop stond nog en wordt nu genomen door Seuntjens. En Noppert komt er nog aan, is hem kwijt en dan gaat hij erin ook. Maar er is gefloten. Afgemaakt door Gladon. Maar blijkbaar is Noppert dusdanig gehinderd dat hij een vrije trap krijgt. Siovas vraagt wat is er allemaal gebeurd. Ik heb het niet gezien. Dit is er gebeurd. Hij heeft die herhaling uiteraard niet. Daar komt Tirpan. Noppert heeft hem heel even klem vast, maar wordt inderdaad wel door invaller Roel Jansen. Dat is zijn allereerste actie. Naar achter geduwd. Kijk hoe Jansen de keeper daar over de doellijn duwt. Natuurlijk wordt dit afgekeurd. Maar het verschil is nog altijd slechts één in het voordeel van Fortuna. Seuntjens met de paas. En hier het schot dat net naast gaat. Van Teki. Teki die eerder dit seizoen scoorde in de wedstrijd in Deventer. Dit scheelt niet zoveel. Maar nogmaals, het verschil blijft 1. Overtreding hier. Tirpan springt huil in de nek. Maar het mag van Joey Coy. Kijk eens, hier gaat Tirpan. Tirpan. Goeie redding, Noppert. Martina. Geen controle bij Cardona. Seuntjens. Makkelijk weggedraaid bij Nauber Teki. Niet een hele ingewikkelde redding van Noppert.
Gevaarlijke voorzet. En die valt uiteindelijk hier voor de voeten van Cardona. Orad Mangun. Wat kan Go Ahead Eagles nog? 90ste minuut. Hier Cardona. Cardona. En toch nog een schot tussen de palen. Gepakt door Van Os. Niet een hele moeilijke redding. Tirpan. Söntjens in de slag met Kramer. Van Os komt, is uit positie en bijna valt die bal nog voor Cardona. Maar de bal was bij de zijlijn al buiten. Nu durven de supporters van Fortuna feest te gaan vieren. Iedereen hier in het stadion gaat staan. En nu is het klaar. Fortuna verslaat Go Ahead Eagles. En pakt 3 ontzettend kostbare punten dankzij die hele lelijke goal van Fleming. Zo spectaculair als het was eerder dit seizoen in Deventer tussen Go Ahead en Fortuna. Zo fraai was de wedstrijd vandaag echt niet. Maar Fortuna wint wel. En dat is in de strijd tegen degradatie uiterst belangrijk. Fortuna naar de 14e plaats. 4 wedstrijden voor het einde van deze competitie. En natuurlijk is de ploeg van Ulté nog lang niet veilig. Maar het is wel een grote stap dichter bij Luisbouw gekomen. Vanmiddag en vanavond hier in Sittard. In de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.